veel moeite doen, we hadden ook gewoon hier kunnen zitten. Ja. We gaan een avondje Urban vissen. Omdat hij, deze jongen, heel graag wilde vissen. Valt toch niks? Op de bakken. Dus ingeladen, we gaan een avondje. Ik heb allebei die kanten betaald van de weg. Oh, mooie brug. We zijn er bijna nog een minuutje of vijf. Ondertussen zitten we naar Gerrit te kijken. Big up, Gerrit! We zijn er bijna. We arriveren bij de bakken. Alleen zo te zien zit heel Rotterdam er al. Ja. Daar. Kijken bij de andere bakken, oh, daar is het toch wel rustig. Zo te zien. We gaan even bij de andere bakken maar kijken, want we gaan gewoon vissen. Er zit wel eentje goed te hazen hier, een krantje. Deze jongens gaan hier zitten. Met kostjes hadden al een mooi visje. En wij gaan een paar bakken verder. We gaan de eerste en de tweede bak gewoon zitten. Dan zitten we niemand in de weg. Engels klaarmaken. Dat is dan Mano. Dat is dan mijn Engels. Mano doet keihard zijn best daar. Wat zal dit er gaan worden dan? We gaan proberen. Mano, gaat dit wat worden? Sowieso. Zit je wel goed? Sowieso. Iemand wil mijn voetboot kopen, 250 euro. Jezus, zoveel? Stuur terug, man. Dat is veel. Ja, stuur me terug, dat is veel te veel. Ja, zoveel geld. Sowieso. Kun je niet maken, man. 2 euro. Vandaag ophalen. Maar als jullie dit kijken, is dat te laat. Ik zit al weg. Oh, er liggen 3 Engels. Ja, maar niet allemaal in. Hopen dat we geworden, hè? Urban fishing. Dat is heel wat anders dan Frankrijk. Of Slovenië, of Oostenrijk. Ook hier kennen we wat vangen, denken we. Hij wilde vissen, dus we gaan vissen. We gaan beleven. Hey. Ik ben voor u 'Is Peppie je visje aan het drippen? Kom, puppie. Die drijvende uilandjes, die drijvenverking en afschotjes met spijkers en al erin. Toch even voorzichtig te zijn. Er zijn allemaal stenen hier, dus we gaan even de kredel klaarzetten. In plaats van een normale haakman. Ondanks dat de vissen te vaak te vangen hier zijn en een blauwe bek en een beetje rot zijn. Het is toch wel netjes zijn voor de vis. Jammer dat er niet veel wind staat, dan heb je veel last van de muggen. Ik heb altijd last van de muggen. Ik ben een mug. Sowieso, in bloed zijn. Het is even vervelend als een mug. Als je lult, het enige wat ik hoor van jou, meer hoor ik niet. Maakt niet uit, jongen, ik vind het meestal maar 1 kind. Oh, ben je jaloers op mijn 6 kinderen? Je 6 Heb je wat tegen dikke mensen? Zal ik dat op de camera zeggen, dat jij wat tegen dikke mensen hebt? Dat mag ergens. 6 kinderen later. Zien wordt er wel heel erg veel gevist hier. Blauwebekken.nl. Ja, blauwe bek. De hele vis is een beetje... Hij heeft nog net geen sushi. Urban visjes zijn nooit zo mooi. Maar toch. Nooit vissen. Lang, lijkt wel een poltschuppie. Ja, mist ook wat schuppies aan deze kant. Blauwe bek. Raar achterkantje. Ja, het is niet zo denderend, maar... Beetje gaatjes vind. 22 denk. Houdt het echt op. We gaan hem terugzetten met net, want het is een beetje hoog hier. Ja hoor. Tjadoes.
En weg, vis. Op naar de volgende. Ja, dan ben je iets knapper, want het is echt donker nu. Ja, die tonshaartjes. Houden jullie het voor gezien? Geen vis meer uitgekomen? Nee. Helemaal niks? Helemaal niks. Tjong, jongen, ik kan niet alles hebben, hè? Nee, daarom. Nou, vang ze nog. Ja, fijne avond, hè? Dus ze hebben evenveel als jou. Schaamte, hè? Ja, ik zou me ook schamen als ik jou was. Maar gelukkig zie jij het de makkelijkste pak. Maar ja, dat zal het zijn. De makkelijkste pak. Hoe ver ben je ooit hebben? Ratten genoeg hier. Oh. Ik weet niet dat hij bestelt. Ik dacht hier. Zitten er twee aan. Daar zie je zijn oogje. En onder mijn auto zit er ook een. Net achter het paal, dat oogje. Dat is er één. Kijk ook, ja. Oh ja. Klein langetje. Achter. Ga weer terug. Nou. Een avondje gezeten, het is nu 11 uur. Nou, we zien de wekker weer om 4 uur gaat morgenochtend. Gaan we opruimen. Het was niet zoveel. Het was minder dan dat we dachten. Zie je nou stiekem weg te draaien? Ik draai weg. Ben bang voor YouTube. Oh, wacht even. Ik heb nog beet. Wacht even. Hier zo. Wel? Nou, wil op. Nou, scherp zijn ook niet, hè? Nee, hè? Fuck je wazig, hoor. Zal ik even een beetje meegaan? Ben je ingezoomd? Ik denk dat ik hier ben. Oké, hoe gaan we erin? Even een brief. Moet ik het net meenemen? Ja, wat kozijnen wilde opruimen. Deze vis dacht er anders over. Ah, heb je even een nat netje dadelijk? Ja. Lekker ruiken in de auto. Jom, 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 jom. En altijd leuk om te weten dat over 5 uur de wekker alweer gaat. Ruppen. Dat is wel echt een guppie volgens mij. Eens kijken. Ja, het is een guppie. Vis is vis. Scherp, scherp. Komt nou die lens dat je zo bol bent of ben je gewoon zelf bol? Dat is vis aai, hè. Ik ben een fucking gespierd eigenlijk. Oh, oké. Okay. Vertekent heel erg ermee. Ja, ja. 11 uur wilden we weggaan. Die vis dacht er even anders over. Ja. Dus nou, gaan we eens even kijken. Het is... Nou, het is best een mooi visje. Ik ga je een beetje bijschijnen, denk ik. Pontje of 10. Ah, dat is mooi. Beter, hè? Avondje vissen. Urban fishing. We wilden al naar huis gaan. Die vis dacht even anders over. Maar we gaan nu echt opruimen. Dus deze gaat terug. Ja, dat ga je niet echt kunnen zien, denk ik. Denk het ook niet. Kun je proberen bij te schijnen? Nee. Nee. Al weinig kunnen zien. Nee. Nou ja, dat was het visje in ieder geval. Nee, blij bakkers. Yeah. Nou, dat was toch nog een visje dan. Nou gaan we echt opruimen, we gaan echt naar huis. Er staat mijn engeltje nog. Gaan we even opruimen. Deze engel die was aardig in de klit. Mano beweert dat hij dat wel even uit de klit gekregen. Houdt wel van pielen blijkbaar. Zo. Ik ben niet eens groot meer. Ja. Nou, ik ga opruimen. Nou, dat was het avondje. Op jouw bucket waar jij zo graag wilde vissen. Hoeveel vissen heb jij? 4. Ja, de camera gelooft dat ook, denk jij. Ik ben onschuldig. Ja. Nou, op naar het volgende avondje dan maar. Hè. Wel trusten. En tot de volgende avond. Hallo. Een goedemorgen mensen. Uiteraard heb ik me weer verslapen. Ik had de wekker om 5 uur gezet. Gisteravond waren we naar de bioscoop geweest. Dat is wat laat geworden. Het is nu 7:15. Het is al een uurtje of 2 licht. Jammer genoeg. Maar
één geluk. De regen is gestopt nu. We gaan even naar een watertje kijken. Een ochtendje gaan we nu vissen. Op een water eigenlijk waar iedereen wel eens is begonnen. Wat zit daar? Ja, tot 30 pond zitten er, geloof ik. Het is een slootje wat aan de ene kant gewoon een hele wijk doorgaat. Aan de andere kant gaat het slootje naar een andere, ja, een soort plassie. Daar zit iedereen te vissen. Op het puntje waar ik nu ga vissen, daar zit eigenlijk nooit iemand te vissen. En ik hoop vandaag te kunnen laten zien dat eigenlijk jammer is. Dat je ook hier mooie vis kan vangen. Dus we gaan er even heen. Het is hooguit 5 minuutjes rijden niet eens. Het is hier echt vlak achter. We gaan kijken of dat het wat wordt. Nou mensen, we zijn al op het stuk. Een beetje zachtjes, want ja, daar slapen nog mensen. Voor sommige mensen is dit wel gewoon te vroeg. Logisch, het is zaterdag, kom op. Jammer, Mano is er vandaag niet. Mano die moest werken vandaag, anders had hij ook een ochtendje meegegaan. Maar ik zou je vertellen, kijk, dit is dus de stek. Denk je, ja, we lopen even opzij. Kijk, het is een muurtje van 2 meter hoog. Daar gaan we vanaf vissen. Verderop ligt er wat krep. Even kijken of dat een beetje op beeld komt. De wind draait net uit deze hoek weg. Kijk, hier hebben we andere krep en rotzooi. En in slootjes vind ik krep het beste wat er is. Rotzooi, troep, weet ik hoe je het moet noemen, waar je het noemt, maar krep. Onder de krep zit standaard de vis, want de krep is voedsel. En onder de krep hier zo. Even kijken, even doorlopen. Hier zo in het slootje ligt ook een beetje krep. En rechts bij dat graspolletje zag ik net al eentje een beetje heel hoog zwemmen, zeg maar, en een beetje eten van de waterluis. Oh, die zit nu iets aan de overkant, ik weet niet of je het op de camera ziet. Dus er zit wel vis. Als ik hier zo aankom, ik denk dat ik eentje van hiervoor gooit. Zo voor het muurtje of zo. En dan is alles wat uit het slootje komt daar langs. En dat is een beetje een ruime bocht of iets nemen. Dus ik ga daar in het hoekje, ga ik er ook eentje gooien, denk ik. Vroeger stond hier een hele grote vlonder. Jammer genoeg liggen de ijzeren binten daarvan nog steeds daar onder water. Staan moeten we vooruit kijken als we een vis zouden beet hebben. Maar verder ziet het er lekker uit. We gaan de spullen pakken en we gaan beginnen. Ze zitten hier en daar al aardig te azen. Kun je het kunnen zien. En net als de camera aangaat, stopt hij ermee, jammer genoeg. Maar hier en daar hebben we al aasplakaten de tijd. Jammer genoeg nog niet echt precies op de stek. Maar ja, de vis zal wel zwemmen. Zo, hier zo vlak voor de kant. Je zou denken, waarom ga je dan niet gelijk daar neerleggen? Ja, dan kun je de hele dag bezig blijven.
En eigenlijk is de hoop dat de vis gewoon verder zwemt naar de stek. Dus een meter of drie verderop, maar ja, we wachten het gewoon nog even af. Een kleintje. Eerste visje van vandaag. Mooi klein schuppie. Rondje 15 denk ik. Het begint een beetje te miezelen nu ook, jammer genoeg. Mooie eerste visie. We gaan hem terugzetten, hopen op wat meer. Zit er genoeg dus. Nou, het is niet veel. Vanochtend hadden we wat springers, heel veel azes. En in een slootje zou je toch denken dat we toch wel wat opleveren. Tot nu toe nog maar één visje. Jammer genoeg, maar ja, ik kan niet alles hebben. Ik had wel veel meer verwacht. Normaal gesproken als ik hier zit, ja, vang ik toch wel 5-6 visjes in een ochtendje. Maar op een of andere manier, als ik die camera erbij haalde, willen de vissen er ook niet meer mee. Ja. Je zit lekker. Heb je goed. En anders. Ja, dan is de volgende keer weer beter. We gaan nog even een uurtje of twee, denk ik, of zo. En dan is het toch wel goed, denk ik weer. Gaan proberen. Blijf hem aanzien, maar niet dicht bij mijn stekje. Dus ik denk dat ik zo even een ander jongetje op ga tuigen. Nog een kleine haas, dat ik één ding wel even ophaal en even toch ga proberen om achter die aasplekjes aan te gaan. Tweede vis. Ik heb hem gewogen, hij is precies 20 pond. Mooie vis voor een slootje. Het scheidt mijn voer aardig uit. Dus het is ja, een mooi visje. Hij vocht aardig, ging aardig los. Dan mogen we nog, ik denk dat we nog een uurtje, anderhalf uur gaan vissen. En dan gaan we opruimen.
Dus deze gaat terug, kijken of we het hengel teruggooien. Die loon is even eten halen. Dan hoop ik nog een visie. We gaan hem terugzetten. Sorry dat ik het uitzet niet heb gefilmd. Maar er kwam ineens even een buikje met bakken naar beneden. Dus ja, het ging wel goed weg, niks aan de hand. Ja, we mogen nog een uur, anderhalf uur of zo tenminste mogen. Ik ga nog ongeveer anderhalf uur vissen. Hopelijk komt er nog een visje. We gaan hem opnieuw inleggen deze. Wordt nou gelukkig weer wat minder. Ja, de camera is wel waterdicht, maar als de microfoon erop staat, dan staat er een klepje aan de achterkant open. Dus ja, daar ben ik toch wel voorzichtig mee in de regen. Vandaar dat je nou even in de auto staat. Maar we gaan hem terugleggen. Kijken of dat er toch nog één visje uit wil komen. Om te laten zien hoe ik hier vis. Kun je nu zien dat het geen rocket science is. Ik heb gewoon een voorslagje, Fleur Carbon, ik geloof 3500ste. Choopy, een standaard safety bolkje. En een standaard riggie. Gewoon riggie waar we vroeger allemaal mee visten. En daar vis ik nu nog steeds mee. Tot nu toe is dat nog gewoon goed gegaan. Ik zal laten zien, kijk, ik heb een chocoladebolletje. In dit geval dan. Dan knip ik een klein stukje af. Waar een plat kantje op zit. Ik heb hier pop-ups van, weet ik veel welk merk het is, niet Spotted Fin. In ieder geval pop-ups, roze pop-ups. Dat is een beetje Miracle Berry of zo noemen hun het, weet ik het hoe ze het eten. Het gaat er meer om dat opvalt. Daar heb ik ook een beetje een stukje afhalen. Zo. Dat deze twee een beetje plat op elkaar kunnen. Zo, dat is aardig opvallend. Die gaat even aan de kant. Deze otsa. Zo, echt simpeler kan het niet. Die doen we aan de her. Het is een beetje een blubberen bodem. Vandaar dat ik opvallende pop-up gebruik. Dat een beetje uit de blubber komt. Zo, een mooi stoppetje erop. Een beetje langere. Ik trek alles aan. Dat hij net vrij komt van de haak. Ondertussen doe ik een. Ja, het is eigenlijk een stukje van een bezem. Prik er erin. Dan allebei de kanten. Gewoon weg dat de bolies goed aan elkaar blijven zitten. De pop-up op de bolie. En meer is het niet. Waarschijnlijk, als het goed is, ligt dat op zo'n manier ergens op de bodem. Met de pop-up omhoog zo. Nou, dat komt een beetje uit de modder. En meer is het niet. Dus deze gaan we weer ingooien. Het enige wat ik erbij voer is hooguit dit. Het zijn gewoon verschillende ja, polies. Dit is geloof ik leven, dit is een Scopex, dit is chocola. Ik gebruik expres wat verschillende polies. De ene kwijper vindt dit lekker, de andere kwijper vindt dat lekker. En dan draaien ze erom. Meer gooi ik niet bij. Het is een kutslootje van niks. Dus dan ga je geen voercampagnes houden. Dan ben je wel heel gestoord als je dat aan het doen bent. Meestal breek ik hier nog één of twee van. En meer is het niet. Het is zo standaard mogelijk. Maar ja, je ziet het. Daarmee vang je ze. Ik laat zien hoe simpel ik het ingooit. Precies om een stuk kwam er een gasplakkaatje omhoog. Dus ik pakte gelijk de camera, maar nu ik terug ben is het wel weer gestopt. Maar het is wel precies op een stukje daar. Dus hopelijk gaat hij nog even af. Ze zijn in ieder geval aan het haast precies op de stuk. Oh, weer in de regen.
regen, maar de visjes komen. Die gaat ook weer netjes. Nou, we hebben natuurlijk drie vissen. De eerste rond de 15 pond, de tweede 20 pond en nu eentje van 22 pond. Je ziet dat het geen rocket science is om dit soort slootjes, dit soort watertjes te vissen. Ik ga nog een half uurtje, gewoon nog heel even terug. En dan, ja, misschien hebben we nog in een half uurtje hebben we nog wat, hebben we niks, dan houdt het op. We gaan nog even een half uurtje ons best doen. En, maar hopelijk zie je hem dadelijk toch nog met een visie. En anders houdt het op. Dan zie ik je weer bij de volgende film. Iets verderop. Daar zo tegen het riet aan. Zat er net eentje zelfs te happen. Net na de regenbui. Je ziet wel dat de meeste vissen, tenminste de meeste vissen, alle drie de vissen die vandaag hebben gevangen. Alle drie tijdens de regen of net na de regen komen. Ik merk wel dat dat vaker gebeurt in dit soort slootjes. Het leuke is, die loon is er nog even, die gaat zo al weg. Dan moet ik mijn derde engel weer even ophalen. Want het geluk is dat ze er. Ja, dat ik nu even met drie engels kon, omdat zij er ook is. Ik ken ze ook een engeltje. Legaal. Nou, er is niks meer bijgekomen. We hebben drie visjes. Ja, een ochtendje. Vanochtend kwam ik hier om 7 uur geloof ik aan. Het is nu geloof ik 1 uur of zo, of half 2, ik weet niet eens meer. Eén engel heb ik al weg, omdat die loon al weg is. Dus ja, die moet weg. Mag maar met twee engels natuurlijk. Ja, ik ga de rest van de spullen ook opruimen. We gaan naar huis. Ik ga lekker douchen, ik ga lekker eten. Ik ga boodschapjes doen. Ja, volgende keer gaan we weer naar een ander water. Dan laat je zien hoe je op andere watervis kan vangen, hopelijk. Dus opruimen. Spullen in de garage en op naar het volgende water. Een tip voor de mensen tussendoor die altijd een nat schepnet hebben. Laat je nu zien hoe je van de stank afkomt. Een nat schepnet. Gaat altijd stinken in je tas. PVC-pijpje van de mama. Dekseltje met een rubberen ring. Schuif hem in. Dicht. Rubber en ring sluit af. Kijk, alle beide kanten dicht. Ruikt niks meer. Gratis tip, hè? Gratis. Heerlijk ochtendje. We gaan naar huis. De zon begint echt lekker te schijnen nu. Dus heerlijk voor boodschapjes. En verder niks doen vandaag. We gaan even de spullen nu wegbrengen. Vanavond ga ik naar de bioscoop. De schoonouders gaan ook mee. Dus de achterbank moet vrij zijn. Dus we gaan even wat spullen wegbrengen. En dan zie je me weer bij het volgende water.